Nou, dan gaan we verder met het laatste deel. Want nu we hebben besproken wat wijs kiezen is, zoomen we in dit laatste deel in op onszelf. Wij zijn het immers die wijze keuzes moeten gaan maken. En als deel van het universele leven hebben we alle grenzeloze mogelijkheden van de totaliteit latent in ons. Om wijs te leren kiezen, moeten wij de juiste kwaliteiten naar buiten brengen. Het is dus van belang dat wij onszelf heel goed kennen. Als we naar onszelf als mens kijken, dan kunnen we 7 karakteristieken onderscheiden van waaruit we de wereld om ons heen en onze gedachtenwereld kunnen waarnemen. 7 verschillende bewustzijnskarakteristieken van waaruit we onze keuzes kunnen maken. In wezen zijn alle wezens in het universum opgebouwd uit die 7 karakteristieken, omdat dat al het leven dezelfde opbouw heeft. Maar we richten ons nu eventjes op onszelf als mens. Allereerst hebben we de karakteristiek van eenheidsbesef. Vanuit deze karakteristiek zien we de essentiële eenheid en gelijkwaardigheid van alle wezens. Bij keuzes vanuit deze karakteristiek zullen we dus altijd uitgaan van de essentiële gelijkwaardigheid van alle betrokkenen. Een tweede karakteristiek is inzicht. Hiermee zien we de ander of een vraagstuk in zijn context. Wij zien hoe verschillende zaken met elkaar samenhangen en hun uitwerking hebben op de situatie. Bij onze keuzes houden we daar rekening mee en kijken we hoe we tot een harmonieuze situatie kunnen komen waarin alle betrokkenen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een derde karakteristiek is intellect. Deze karakteristiek maakt het mogelijk om haarscherp te zien hoe iets is opgebouwd en hoe de uiterlijke processen verlopen. Wij kunnen door analyse een goed en helder beeld opbouwen van de feiten en van daaruit onze keuzes maken. Deze 3 karakteristieken noemen we ook wel bovenpersoonlijke karakteristieken, omdat ze niet afhangen van onze persoonlijke voor- of afkeur. Het ik speelt er geen rol. Ze aanschouwen zuiver de werkelijkheid. Natuurlijk is er bij de mate van bewustzijnsbereik van invloed op hoeveel van de werkelijkheid je waar kunt nemen. De volgende 4 karakteristieken hebben een persoonlijk karakter en worden gekleurd door onze persoonlijkheid. Zij hebben vanuit zichzelf geen duurzaam karakter en kunnen voortdurend wisselen afhankelijk van onze persoonlijke gesteldheid van het moment. De eerste persoonlijke karakteristiek van waaruit we kunnen waarnemen is begeerte. Met deze karakteristiek nemen we onze omgeving waar vanuit de gedachte wat wij er zelf mee willen. En op basis daarvan maken we onze keuzes. Daarna komt de karakteristiek van vitaliteit. Vanuit deze karakteristiek nemen we onze omgeving waar vanuit de impuls om tot actie te komen, om iets aan de situatie te doen. Op basis daarvan kunnen wij onze keuzes maken. En de volgende karakteristiek is het gevoel. Met deze karakteristiek wordt de omgeving waargenomen vanuit de emoties die het bij je oproept. En het zijn die emoties die ons aanzetten tot het maken van een keuze. Een laatste karakteristiek is het lichamelijke. Daarmee nemen we waar vanuit onze eigen lichamelijke gesteldheid en maken we op basis daarvan keuzes. Bijvoorbeeld door te gaan kiezen om te gaan slapen als we moe zijn. Door deze karakteristieken in onszelf te gaan leren herkennen en bewust te zijn vanuit welke karakteristiek we op dat moment de wereld om ons heen waarnemen en vanuit welke karakteristiek we onze keuzes maken, kunnen we veel bewuster worden of dat ook de karakteristieken zijn van waaruit we willen waarnemen en van waaruit we onze keuzes willen maken. We kunnen dus als het ware een wachten bij ons denken zetten en steeds bezien vanuit welke karakteristiek we op dat moment kijken. Je zult daarbij zien dat er vrijwel altijd meerdere karakteristieken tegelijkertijd een rol spelen. Maar om ze te leren onderscheiden in jezelf en er later bewust mee te kunnen werken, is het allereerst belangrijk om de hoofdkarakteristiek te leren ontdekken. Als praktische oefening
geven we het voorbeeld van iemand die een baan zoekt. Daarbij kunnen verschillende karakteristieken een rol spelen bij het kiezen van de vacature waarop die gaat solliciteren. Je kunt deze oefening ook thuis uitproberen en daarbij elk onderwerp kiezen wat je wilt. Want het gaat erom dat je leert waarnemen vanuit die verschillende karakteristieken van waaruit je bent opgebouwd. Vanuit de lichamelijke karakteristiek zoek je bijvoorbeeld een baan omdat je geld nodig hebt om te kunnen eten en om je huis te kunnen behouden. Het maakt je dan niet uit welke baan je krijgt, als je maar zo snel mogelijk een baan krijgt. Vanuit de karakteristiek van gevoel zoek je bijvoorbeeld een baan omdat je het nodig hebt om onder de mensen te zijn en gezellige collega's om je heen te hebben. Je zoekt vooral een baan waarbij ruimte is voor sociale contacten. Vanuit de karakteristiek vitaliteit ben je op zoek naar een baan waarbij je het lekker druk hebt, zodat je moe en voldaan thuis zal komen. Vanuit de begeerte aspect ben je op zoek naar een baan waarbij je goed verdient, waardoor je alle dingen kan doen die op je verlanglijstje staan. En vanuit het intellect zoek je een baan waarbij je intellectueel wordt uitgedaagd om tot oplossingen van vraagstukken te komen. Vanuit de karakteristiek van inzicht zoek je een baan waarbij je je nuttig kunt maken bij het goed laten functioneren van een groter geheel, bijvoorbeeld als interim manager. En wie vanuit eenheidsbesef een baan zoekt, zal zoeken naar een baan waarbij je het meest van waarde kan zijn voor de totaliteit, voor alles wat leeft. Hij zal zich inzetten om zichzelf geschikt te maken voor die baan, ook als hij er nu nog niet de kwaliteiten voor heeft. Als wij deze karakteristieken in onszelf leren onderscheiden, dan zullen we zien dat wij de neiging hebben om te reageren of te kiezen vanuit dezelfde karakteristiek van waaruit we waarnemen. Benadert iemand ons op intellectuele wijze, dan antwoorden we hem vaak op die wijze. Wanneer iemand ons op emotionele wijze benadert, dan reageren we ook vaak zo. Dit gebeurt vooral in ons persoonlijke leven. In ons professionele leven hebben we onszelf vaak getraind om bovenpersoonlijk ons werk te doen. Zo is het belangrijk dat een arts niet meelijdt met zijn zwaar gewonde patiënt, maar analytisch te werk gaat en kijkt wat er gedaan moet worden. Het opvoeden van kinderen is ook een zeer goede leerschool. We helpen onze kinderen om vanuit een steeds hogere karakteristiek in henzelf waar te nemen en te kiezen. Vanuit onze liefde voor onze kinderen zijn we er vaak goed toe in staat om dit op een bovenpersoonlijke wijze te doen. Om wijs te leren kiezen, zullen we de situatie dus zo helder en ongesluierd mogelijk moeten waarnemen, los van onze eigen persoonlijke wensen en indrukken. Alleen vanuit de drie hogere universele karakteristieken kunnen we de situatie zien zoals die werkelijk is. En kunnen we tot een wijze keuze komen, waarbij we oog hebben voor de harmonieuze ontwikkeling van al het leven. Onderscheidingsvermogen is daarbij dus van essentieel belang, dat wij leren zien vanuit welke karakteristiek we waarnemen. En wij onszelf kunnen verheffen door zelfbewust te kiezen vanuit welke karakteristiek wij willen waarnemen en onze keuzes willen maken. Dat is echt wijs leren kiezen. Een groot hulpmiddel bij het verheffen van onszelf is ons ideaalbeeld van hoe de wereld eruit zou zien als wij zouden leven van onze grootste visie op waarheid. Aan dit groeiende ideaalbeeld kunnen we onze gedachten en keuzes spiegelen en ze veredelen door ze een vorm te geven die bij hen past. Gottfried de Perruker, een van de theosofische leraren, gaf het volgende waardevolle praktische advies. Als er slechte gedachten in u opkomen, als er zelfzuchtige gedachten in u opkomen, als er persoonlijke gedachten in u opkomen, gedachten aan eigen voordeel, ten koste of ten nadele van anderen. Vorm dan onmiddellijk voor uzelf een denkbeeld van precies tegengestelde aard. Voor haat een gedachte van liefde, voor afkeer een gedachte van genegenheid. Voor een lelijke gedachte
een gedachte van schoonheid. Voor een persoonlijke gedachte, een onpersoonlijke gedachte. Voor een lage emotie, iets dat verheft en dat lieflijk is, omdat het u bemind maakt. Het is iets fascinerends om te doen en de weldadige invloed ervan is, buiten al het andere, wonderbaarlijk. Een ander hulpmiddel om wijs te leren kiezen is het veredelen van ons karakter. Ons karakter zou je kunnen zien als het unieke samenspel van de 7 karakteristieken die we bespraken, waarbij elke karakteristiek tot een bepaalde ontwikkeling is gebracht. Deze karakteristieken hebben in zichzelf ook weer een bepaalde kleur. Zo bestaan er begeerten die gericht zijn op het bevredigen van lichamelijke behoeftes, maar ook begeerten die bijvoorbeeld het vinden van waarheid of wijsheid begeren. Zo heeft elke karakteristiek 7 kleuren. Het unieke samenspel van die 49 karakteristieken die wij allemaal op onze individuele wijze tot een bepaalde ontwikkeling hebben gebracht, maakt ons uniek en dat wij elkaar kunnen herkennen aan ons karakter. Wij weten hoe de ander in een bepaalde situatie reageert, wat hij denkt en hoe hij een probleem zal oplossen. Op basis van inzicht in elkaars karakter richten we ons met sommige zaken naar de ene en bij andere zaken naar de andere persoon. Ons karakter is ons niet met de geboorte gegeven, maar is het resultaat van de innerlijke kwaliteiten die wij in onze oneindige ontwikkelingsgang door vele levens heen al tot ontwikkeling hebben gebracht. Wij nemen die dus mee vanuit vorige incarnaties en we ontwikkelen ons karakter gedurende ons leven steeds verder. Dit is een geleidelijk proces. Als wij ons karakter willen veranderen, dan begint dat bij ons denken. Want onze gedachten liggen ten grondslag aan onze handelingen. Onze handelingen ten grondslag aan onze gewoontes. En al onze gewoontes bij elkaar vormen ons karakter. En deze lijn kan je dus doortrekken naar je incarnatie. Het bepaalt hoe je de volgende keer aan de start verschijnt. Karakterveredeling gaat dus via de reeks gedachte, handeling, gewoonte, karakter, incarnatie. Door bewust vanuit onze bovenpersoonlijke karakteristieken te denken en te handelen, in lijn met onze universele visie en ons ideaalbeeld, bouwen we nieuwe denkgewoonten op en veredelen we dus uiteindelijk ons karakter. Vanuit de steeds groeiende universele visie die met dit proces gepaard gaat, zullen we dus steeds wijzer kunnen kiezen. Wij kunnen onszelf in deze ontwikkeling stimuleren door niet alleen onze gedachten en handelingen goed te bestuderen en waar nodig te veredelen, maar ook door stil te staan bij onze gewoontes. We hebben immers gezien dat we in het dagelijks leven grotendeels passief kiezen en automatisch onze gewoontepatronen herhalen. Dus daar ligt een heel interessant ontdekkingsveld. Door onze gewoontes tegen het licht te houden van onze universele visie en ons ideaalbeeld, zullen we zien of deze daarmee in lijn zijn. Zo niet, dan is het wellicht tijd om andere keuzes te maken. Je kunt zo bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat het kopen van kleding die gemaakt is door kinderarbeid of milieuvervuiling met zich meebrengt, niet meer passen bij jouw levensvisie. Gewoontes zijn niet gemakkelijk te veranderen, omdat er vaak vele bewuste en onbewuste gedachten aan ten grondslag liggen. Maar als wij werkelijk wijs willen leren kiezen en het passieve en willekeurige kiezen achter ons willen laten, dan is het onder de loep nemen en het veranderen van onze gewoontes iets dat onvermijdelijk is. De uitdaging is ook om er voortdurend op alert op te zijn dat wij zelf kiezen vanuit welke karakteristiek wij een situatie beantwoorden en dit niet te doen vanuit een gewoonte, om altijd zelfbewust de best mogelijke reactie te geven die in lijn is met ons ideaal, wat de situatie ook mag zijn. En dat we nieuwe situaties daarbij zien als een uitdaging,
Het opbouwen van een ideaalbeeld en die leidraad te laten zijn voor al je denken en je handelen kan spannend zijn, omdat het onze zekerheden en ons gevoel van rust kan aantasten. Wij raden dan ook aan om dit heel rustig en zeker niet overhaast en te enthousiast aan te pakken. We moeten ons realiseren dat als wij veranderen, alles met ons mee verandert. Als je geleidelijk verandert, kan je omgeving rustig met je meegroeien en draag je bij aan een harmonieuze ontwikkeling van je omgeving. Het loslaten van onze oude gewoontes, handelingen en gedachtes biedt ook veel mogelijkheden. Want wat is er mooier dan in lijn te kunnen leven met je universele visie en je geweten en bij te dragen aan een harmonieuze ontwikkeling van al het leven te ondersteunen. Je zult daarbij nieuwe mensen ontmoeten met hetzelfde ideaal en gemakkelijk met hun samen kunnen werken, omdat zij dezelfde doel en dezelfde visie voor ogen hebben. Vele mensen zijn ons voorgegaan, vele leraren van de mensheid en hun leerlingen onderwezen hun medemensen over het proces van wijs leren kiezen. Het boekje De Stem van de Stilte van mevrouw Blavatsky is hier een heel mooi voorbeeld van. Het is een handboek voor degenen die besloten hebben wijs te willen leren kiezen ten behoeve van al wat leeft. Ik sluit de lezing dan ook graag af met de zeer waardevolle sleutels die in dit boekje gegeven worden, de paramita's. De paramita's zijn geen leefregels, maar zijn veel meer eigenschappen. Eigenschappen van iemand die werkelijk wijs is, die in totale harmonie leeft met al het leven. Als wij deze innerlijke houding beoefenen en dagelijks onze keuzes erdoor laten kleuren, dan zal ons karakter zeer snel veredelen. Onze universele visie zal verruimen en zullen wij de universele processen die in de natuur werkzaam zijn steeds dieper begrijpen. Dit zal ervoor zorgen dat wij in staat zijn om steeds wijzer te leren kiezen in alle levensomstandigheden en zo bij te kunnen dragen aan een harmonieuze ontwikkeling van al wat leeft. De eerste paramita is dana, mildheid en onsterfelijke liefde. Dit ontwikkel je door bij al je keuzes uit te gaan van de essentiële eenheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid van al het leven. En je hebt daardoor al het zich ontwikkelende leven in de grenzeloosheid in gelijke mate lief. Dan komt Shila, harmonie in woord en daad, die oorzaak en gevolg in evenwicht brengt. Dit ontwikkel je door je denken en handelingen in lijn te brengen met je ideaalbeeld en universele visie en van daaruit al je keuzes te maken, waardoor de gevolgen van al je keuzes in lijn zijn met de ontwikkelingsgang van de natuur. De volgende paramita is Kshanti, zachtmoedig geduld dat door niets verstoord kan worden. Dit ontwikkel je door te beseffen dat alles zijn eigen ontwikkeling gaat en vertrouwen te hebben dat daarbij steeds meer van wat wij in essentie zijn naar buiten zal worden gebracht en dus aan innerlijke wijsheid groeit. Je ziet het belang dat je medemensen zelfstandig tot innerlijke afwegingen komen bij het maken van hun keuzes en hebt zodoende geduld en vertrouwen. De volgende paramita is Viraga, onverschilligheid voor vreugde en smart, waardoor illusie wordt overwonnen en alleen waarheid wordt aanschouwd. Dit ontwikkel je door je niet van de wijs te laten brengen door de gevoelsmatige karakteristieken die in je leven, maar bij het maken van je keuzes altijd gericht te blijven op je universele visie en de keuzes die daaruit voortvloeien, ongeacht wat dat betekent voor je persoonlijkheid. Dan komt Virya, de ontembare kracht die zich uit het slijk der aardse leugens een weg baant naar de verheven waarheid. Dit ontwikkel je door een totale gerichtheid en concentratie op je hoogste visie en je bij het maken van je keuzes niet van de wijs te laten brengen door afleidende, onware gedachtes en redenaties.
Je hebt hiervoor je onderscheidingsvermogen nodig. De volgende paramita is dhyana, de ononderbroken overpeinzing van het al. Dit ontwikkel je door je te richten op je hoogste visie van waarheid en deze voortdurend te volmaken en vanuit deze visie je keuzes als vanzelf voort te laten groeien, vloeien. En tot slot prajna, eenwording met het goddelijke in jezelf. Dit ontwikkel je door je te beseffen dat je één bent met al het overige leven, waardoor alle tegenstellingen wegvallen en de grenzeloze ontwikkeling van al het leven centraal komt te staan. Je leeft en kiest vanuit dit innerlijk besef van eenheid. Ja, wij hopen dat deze lezing je tot inzicht heeft gegeven en veel stof tot nadenken. En dat je zin in hebt gekregen om zelf actief aan de slag te gaan om wijs te gaan leren kiezen. En als je daar hulp bij wilt, dan nodigen we je van harte uit om je verder te verdiepen in de theosofie. Door middel van onze lezingen, symposia, boeken, ons tijdschrift. En als je echt praktisch aan de slag wil gaan met het veredelen van je karakter en het opbouwen van een universele levensvisie, dan zijn de cursussen Anders Denken en Levenswijsheid, die in oktober weer gaan starten, van harte aan te bevelen. Nu hebben we eerst weer eventjes 3 minuten pauze, zodat je de gelegenheid hebt om de vragen te stellen. En Bouke, zijn er vragen binnengekomen? Ja, er druppelen best wel wat vragen nog binnen. En de eerste is, je had het over afstemming op die karakteristiek in jezelf. Ja. En iemand vraagt zich af of dat te leren is wanneer je een verstandelijke beperking hebt. Voor ons als mens, zeg maar, is dat denken een hele belangrijke karakteristiek waarin we inderdaad juist bewust die afstemming kunnen doen. Dus ik kan me voorstellen als je een hele zware verstandelijke gehandicapt bent, zeg maar, dat het dan heel erg moeilijk is. Dus de verstandelijk gehandicapt is ook in verschillende maten natuurlijk. Dus dat zal het steeds beperkter maken. Maar ja, misschien heb je dit leven eventjes rust wat dat betreft en pak je het in een volgend leven weer extra actief op. Dus ik denk op elk niveau is het tot een bepaalde manier mogelijk. En ik denk juist daarbij, maar daar gaat deze lezing dan niet echt over, maar hoe belangrijk het is dat je omgeving de goede atmosfeer heeft. Want daar resoneert zo iemand in mee, zeg maar. En kan daarbij toch op zijn niveau een ontwikkeling doormaken. Ja. Maar je zegt ook dat een verstandelijke beperking dus een tijdelijke toestand is. Ja. Ja. Een volgende vraag is, ik denk nog aansluitend op toen we het over gevoel hadden, vraagt iemand, is intuïtie een beter woord? Aanvoelen is een eigenschap die niet elk mens heeft. En is dat nodig om deze ontwikkeling te kunnen realiseren? Ik denk dat intuïtie is zeker nodig, zeg maar, om deze ontwikkeling te realiseren. Want intuïtie, dat is dat ene hoogste denkaspect, zeg maar, waarbij je de verbanden ziet. Dus waarbij je ook echt een visie kan opbouwen. En het woord aanvoelen wat werd gebruikt, dat zit meer in dat gevoelsaspect. Dus dat je de gevoelswereld van alles om je heen kan waarnemen. Dus om echt een universele levensvisie op te bouwen, dan is intuïtie is daar een veel beter passend begrip bij. Ja. Volgende leuke vraag. Maakt een ouder iemand op basis van levenservaring betere en wijzere keuzes dan een jong iemand? Dat kan. Ja, dat kan. Het hangt er vanaf in hoeverre die oudere persoon, zeg maar, die openheid heeft, die onderzoekende, verwonderende houding, zeg maar. En natuurlijk als je veel meemaakt in je leven, dan heb je veel praktische levenslessen die je kan overdenken, kan delen met de anderen. Dus dat kan zeker. Maar ik denk dat een heel alert jong iemand die heel actief kiest, zeg maar, en probeert vanuit die principiële keuzes wijzer te maken, dat die ook een gigantisch snelle ontwikkeling kan doormaken. Zit ook een beetje in het karakter, denk ik.
Ja, ik ben het helemaal met je eens, maar een jonge persoon kan zijn wijsheid uit vorige levens meenemen. Zeker weten. Dus ja. Hij begint niet in dit leven met nul. Nee. Klopt, helemaal. Ja. Dan ga ik gelijk naar de volgende, want die sluit er mooi op aan. Neem je de wijsheid die je in dit leven hebt opgebouwd mee naar je volgende leven? En dan geeft diegene het voorbeeld, als je ongeduldig bent en op latere leeftijd meer in harmonie, neem je dit dan mee naar je volgende leven? Ja, ik denk dat is de karakterveredeling wat wordt aangegeven. Dus inderdaad dat je je eigen eigenschappen kan veredelen. Dus ja, zeker weten dat je dat dan mee kan nemen of dat je dat meeneemt naar het volgende leven. Want zo worden we steeds volmaakter, ja. Ja, het is net alsof het afgesproken is. Het is van andere vragen stellen, maar die zegt aanvullend hierop: maken alle keuzes die je gemaakt hebt in dit leven en vorige levens je tot de persoon die je nu bent. Ja, klopt. Ja, ja. Jullie geven je eigen lezing. Ja. Volgende vraag: kan wijsheid anders ervaren worden dan met je gevoel? Nog één keer. Ja. Terwijl ik hem oplees, is ook de eerste keer dat ik hem lees. Even kijken hoor. Kan wijsheid anders ervaren worden dan met je gevoel? Oh, waarschijnlijk op een andere manier dan met je gevoel, denk ik dat de vragensteller bedoelt. Begrijp jij de vraag, Herman? Ja, ik denk dat wijsheid, als het echt wijsheid is met een hoofdletter, dat het ten alle tijde iets is van het inzichtelijke, visie hebben, en eigenlijk niet zo heel veel met het gevoel te maken heeft. Dat was het? Nou, als je niks toe te voegen hebt, ja. Oh, daar komt nog iets binnen op het laatst. Keuzes kunnen ook cultuurgebonden zijn. Wat in de ene cultuur goed is, kan in de andere verkeerd zijn. Hoe maak je dan de juiste keuze? Ja, dat is toch proberen om boven die culturele ideeën, zeg maar, uit te komen. En op zoek te gaan, zeg maar, naar een hogere visie. En soms zitten er ook veel waarheden en wijsheden, ook wel in de verschillende tradities, in de culturen. Maar altijd proberen om te gaan kijken, waar komt dat uit voort? Wat was ook weer precies de vraag? Ja, hoe je de juiste keuze kan maken als je in verschillende culturen verschillende ideeën hebt over goed en slecht. Ja, en het is natuurlijk zeer interessant om, als je uit verschillende culturen komt, om daar samen over te praten. En dan zal het me ook niet verbazen als daar weer een overkoepelend idee achter zit. Wat iedere cultuur op zijn eigen kleur, zeg maar, weergeeft. Ja. Maar ik denk ook dat je moet realiseren dat echte wijsheid, zoals Jenny probeert uit te leggen, niet cultuurgebonden is. Cultuurgebonden is alleen maar een vorm waar zich dat in uitdrukt, in wat voor verhalen, wat voor terminologieën. Maar de echtere, diepere visie is universeel en gaat eigenlijk over al die culturen heen. Mm-hmm. Dat is wat ik eigenlijk probeerd heb te zeggen in mijn vorige lezing van vorige week. Ja? Dat was het, ja. Oké, okay. Helemaal goed. Ja, dan is het nu tijd om deze avond af te sluiten. En volgende week dan is de laatste lezing van Herman, de laatste lezing van het seizoen, over de wijze samenleving. En u bent dan natuurlijk weer van harte welkom. En we sluiten de avond af met de Gayatri. Dat is een eeuwenoud vers uit de Rig Veda. En als je goed luistert, dan zie je dat het vers een universeel beeld schetst, waarin de weg wordt getoond naar onze essentie. De essentie van al wat leeft. O gouden zon, met uw verheven luister, vervul ons hart en verlicht ons denken. Opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.